We zijn hier in het Boerhavenmuseum in Leiden en daar hebben ze een ontzettend mooie collectie objecten van Christian Huygens. En Huygens is eigenlijk, je ziet hem hier op dit beeld, Huygens is een van de grootste wetenschappers die we in Nederland hebben afgeleverd in de 17e eeuw. Een van de toonaangevende wetenschappers van dat moment. En we zien hier een aantal objecten die laten zien hoe veelzijdig zijn werk was. Links zie je het uurwerk, daar vertel ik zo meteen nog iets over. Hier in het midden zie je een boek van Huygens waarin hij zijn theorie over het licht uiteenzet. En hier in de vitrine liggen nog meer werken van hem. Huygens heeft zich met van alles nog wat bezig gehouden. Hij heeft zich bezig gehouden met kansrekening. Hij heeft zich bezig gehouden met de eerste aanzetten tot differentiaal en integraal rekening. Maar het was ook een hele praktische man. En hij hield zich ook bezig met instrumenten en het verbeteren van instrumenten. En daarvan zien we hier een mooi voorbeeld. Dit is het slingeruurwerk en daar heeft hij een hele belangrijke verbetering in aangebracht. De slinger die zit aan de achterkant, dus eigenlijk het belangrijkste van wat Huygens heeft gedaan, dat zien we nu niet. Maar de slinger die wordt gedempt door twee wangen en die heeft hij in een speciale vorm ontworpen, waardoor het precies een kloppend uurwerk wordt. Dat wordt ook wel de cycloïdale boogjes genoemd, ook een belangrijke vinding van Huygens. Wat we hier zien is een andere belangrijke uitvinding van Huygens, of eigenlijk een verbetering moet ik zeggen. Hij heeft verbeteringen aangebracht aan de telescoop en zelf ook telescopen gebruikt om belangrijke waarnemingen mee te doen. En het bekendste daarvan is dat hij heeft ontdekt dat de maan, dat de planeet Saturnus, dat die ringen heeft. Dat is een belangrijke waarneming van Huygens. En daarnaast heeft hij ook ontdekt dat er een maan in de buurt van Saturnus is, Titan.